Goedemiddag, gemeente, gasten. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Middelkoop uit Harderwijk. We lezen straks uit de Bijbel uit Psalm 85. Het thema van de preek is een lied van bevrijding. De collecte in de dienst wordt gehouden voor de slotzang en is ook nu weer bestemd voor de diaconie. Een deel daarvan zal de diaconie schenken aan de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Naast het bieden van geestelijke en praktische ondersteuning verspreiden ze het evangelie en bekommeren zich over weeskinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Dit werk kunnen ze niet doen zonder uw gebed en financiële steun. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. Een extra gift kunt u overmaken naar het rekening van de diaconie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en deze graag maandelijks overmaken op het bankrekening van de kerk. We beginnen nu de dienst met het zingen van Psalm 100, vers 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. De naam van de Zoon die zondaren verlost. Naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt.
van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij gaan samen een loflied zingen. Want dat verdient onze God, toch? En hoe vaak komt hij daarin niet tekort? In jouw leven, in het mijne. Terwijl hij de lof verdient. Om hoe goed hij is. En vanmiddag horen we hoe genadig. Dan wil je hem toch prijzen als je die genade kent. En wat ben je te prijzen als je in je leven, waar zoveel kan wankelen, waar soms zoveel op losse schroeven staat, vanmiddag mee kan zingen, misschien wel met de tranen in je ogen. Ik ben gelukkig, zalig. Want ik heb de God van Jacob tot mijn hoop. Psalm 146, 1 en 3. Ook vanmiddag mogen we verbonden met de kerk van alle tijden, de kerk die ons voorging in de tijd. Ook de kerk op dit moment in vrijheid zoals wij, maar ook in verdrukking. Denk alleen al aan de collecte voor HVC. Zoveel broeders en zusters die niet vrij hun geloof kunnen beleven en belijden. Met hen verbonden belijden we ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En we antwoorden met Psalm 103 en daarvan het eerste vers, opnieuw een loflied aan de Heer, Psalm 103, vers 1. We belijden samen met mond en hart, ik geloof in God, de Vader, Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde,
En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ja zelfs neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemeen, oftewel katholieke christelijke kerk. Gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanuit het geloof dat wij afhankelijk zijn van de zegen van God. Dat van onze kant het nooit wat wordt. Maar als Hij komt, dat er van alles gebeurt. Gaan we eerst naar Hem toe en bidden om de Heilige Geest en om zijn aanwezigheid. Zullen we bidden. Zo buigen we, Heere, voor U, heilige, heerlijke, rechtvaardige en genadige Heer. Er lagen al lofliederen op onze lippen en heerlijk als het ook in ons hart lag, voor U. Dank U wel als we met die gezindheid die werkte in ons leven, hier in de kerk zitten of thuis verbonden via de livestream, nu of later. Omdat U zo met uw heerlijke genade, uw aanwezigheid in ons leven bent, kwam, komt. Dat het eruit moet. De lof voor U. We
Wij belijden u, Heere, wat schiet u daarop tekort in ons leven. Ja, de lof op onszelf, dat lukt ons aardig. Daar zijn we veel te goed in. Dat loflied zingen we automatisch, maar dat loflied voor u in harten en mond, dat moet u ons op de lippen leggen. Dat moet u ons in het hart werken. En dat doet u en daar danken we u voor. En daar bidden we u om vanmiddag. Heilige Geest, als u niet komt, dan wordt het niets. In de kerkbank niet, in de ouderlingen, de diakenenbank niet, op de orgelbank niet, op de preekstoel nog minder. Want wat zouden wij ervan moeten maken vanmiddag? Maar onze ogen zijn op u, Heer. Op uw belofte. Waar twee of drie in uw naam bij elkaar zijn, ben ik in het midden. We zijn met zoveel meer, Heere, kom des te meer en krachtiger in ons midden. Wij horen vanmiddag, Heere, van een volk wat zegt, we zijn uit de gevangenis bevrijd. Heere, misschien zitten wij wel in de gevangenis. Ja, misschien niet letterlijk. Ja, er kunnen ook mensen bekijken in de gevangenis. We bidden voor hen. Voor personeel daar en ook voor hen allen die zich vanuit het geloof inzetten, zoals Gevangenzorg Nederland. Predikanten die in de gevangenis zich inzetten voor de dienst, geestelijke verzorging, maar we kunnen ook gewoon thuis gevangen zijn. In ons leven. Gevangen in lichamelijke moeite en in psychische moeite, in systemen. Gevangen in de zonde. Gevangen in de dienst van Satan. Gevangen in ons lichaam. Heere, we brengen ze bij u. Als u vanmiddag laat verkondigen dat u uit de gevangenis bevrijdt. We belijden u. Wij hebben onszelf allemaal vrijwillig in de gevangenis gestort. Met Adam en Eva. Dank u wel dat u toen de deur niet dicht deed en op slot. Maar die deur die wij dichtgooiden weer opende. En laat die boodschap vanmiddag, Heere, in ons midden mogen klinken. Maar niet alleen in ons midden, leidt uw dienaar, gebruik hem. Maar mogen klinken in ons hoofd en hart en leven. Dat wat de organist voor de dienst speelde. Dat dat werkelijkheid wordt, dat we dat ervaren. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Dat we zo onder de indruk komen, Heer Jezus, van wie u bent. Voor zondaren, voor mislukkelingen, voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen. Ja, zelfs voor recidivisten die altijd maar weer terugvallen in hun oude slechte patroon. Heere, kom zo. Verheerlijk uzelf. U kent ons persoonlijk. U weet waar we zitten, geestelijk of ongeestelijk. U kent de situatie van ons leven, ons gezin. Misschien zijn de jongeren die morgen beginnen aan een universitaire studie of aan een hbo-opleiding. Of de opleiding gaat weer verder. Immers, basisschool, middelbaar onderwijs begon reeds, maar nu beginnen zij. Misschien kijken we daar naar uit. Misschien zien we er tegenop. Heren, we brengen het bij u. En bidden voor hen allen om uw zegen. En mogen ze die weggaan in afhankelijkheid van u. Mogen ze daar ook op allerlei plekken waar uw naam niet genoemd wordt. Leesbare brief zijn van u. Heren, wat kan er ook bij openingen van academische jaren allerlei spanning ontstaan. Horen van zoveel demonstraties pro-Palestijns bij universiteiten. O God, wij brengen het bij u. Niet in het minste Joodse studenten
die zich dan zo onveilig weten en voelen. En denk er daarmee ook aan uw volk Israël, als ook vanmorgen weer bekend werd dat 6 gijzelaars dood zijn gevonden. Tegelijkertijd als we aan de gevangenis denken, heren, die gegijzelden, maar ook de gijzelnemers gevangen in hun ideologie. Maar ook de bevolking van Hamas, Gaza, gevangen in de listen van Hamas. O God, ontferm u. En zoveel plekken waar gevangenissen dicht zitten. Misschien wel met hen die van u getuigden, geloven. Uw kerk, we brengen ze aan uw voeten. Open de schrift. Kom in ons midden. Neem alles weg wat uw glorie verhindert en onze glorie vermeerdert. Breek dat af. En kom, toon ons uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen. We openen de Bijbelgemeente in Psalm 85. Psalm 85 lezen we. We lezen de psalm in zijn geheel. Ik zal vanmiddag in de prediking met name ingaan op vers 1 tot en met 7. Dat past natuurlijk niet. U zegt, je moet de hele psalm erbij nemen. Dat klopt, maar ik heb hem vanmorgen in Harderwijk gehouden. Als voorbereiding spreek op het te vieren avondmaal. En u begrijpt, dan ga ik er volgende week daarmee verder. Dus vandaar dat ik vanmiddag me tot die verse beperk, al zal de rest van de psalm wel mee resoneren. Psalm 85. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goedgezind geweest, heren. U bracht een omkeer in de gevangenis van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonde bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgekeerd, afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laten duren van generatie op generatie, zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heer het goede. Hij geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Ik kijk even of de afbeelding verschijnt. Yes. Jongens en meisjes. Wat is dit voor een gebouw? Jongelui. Een ruimte met beneden zie je maar allemaal van die deuren. Zit allemaal dicht. Boven ook. Er staat hier wel een meneer en heeft sleutels in zijn hand. Die kan inderdaad die deur open doen. Maar als die dat niet doet, dan blijven die deuren dicht. Ik denk dat je het al in de gaten hebt. Hè? Dat is een gevangenis. Er zitten mensen die om een of andere reden, in ieder geval kun je dat in Nederland zeggen, iets gedaan hebben, een moord, ernstig misbruik van kinderen bijvoorbeeld. En die hebben straf gekregen, te horen gekregen, je moet zo lang daar zitten. Schuldig. Grootste tijd misschien daar op zo'n kamertje. Ze kunnen er zelf niet uit, hè?
Ja, er zijn wel eens van die figuren die proberen dan uit te breken, maar je kunt er zelf dus niet uit. Dan moet er iemand, die man die moet komen met een grote sleutelbos. En alleen als die de deur opent en zegt, je mag even luchten, je mag er even uit, dan kan je naar buiten. Ben je nog wel in die gevangenis? Mooiste is natuurlijk, als dat gebeurt wel eens, hè? Als er iets bijzonders in het land is, bijvoorbeeld de koning die begint aan zijn werk en dat hij dan zegt, omdat ik begin aan mijn koningschap, geef ik bijvoorbeeld 10 mensen in Nederland gratie. Komt die man bij die deur en die zegt, je mag eruit. En dan zegt die gevangene, mag ik een uurtje luchten? Nee, je mag er voor altijd uit, je mag naar huis. Ja, maar met mijn schuld, ik moest zoveel jaar. Ja, dat klopt. Het is ook niet omdat jij zo goed je gedragen hebt. Dan krijg je wel vermindering van jaren in Nederland, maar het is omdat de koning zegt, je mag vrij, je mag eruit. Je zegt misschien, dominee, maar waarom dit plaatje dan vanmiddag? Nou, die Psalm 85, die begint dat de dichter zegt tegen God, u bent uw land goedgezind geweest, Heere, u bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. Hij zegt dus eigenlijk, Jacob, wat dat ook is, gaan we straks horen, zat in de gevangenis. En iemand heeft hem daar uitgehaald. En hoe dat nou kan en hoe dat nou komt en hoe het daarna gegaan is. Weet je hoort, je zal straks wel in de preek merken waarom ik dat zeg. Je hoort nog wel eens, hè, dat mensen die in de gevangenis gezeten hebben, ze eruit komen, het veel moeilijker krijgen dan wanneer ze er zitten. Ik heb zelf een aantal keren in de gevangenis bezoeken gebracht. Een gemeentelid of iemand van mijn dorp waar ik werkte in de gevangenis kwam, een moord had gepleegd. Mensen die met drugs te maken hadden, die zeiden, dominee, weet je wanneer het moeilijkst is? In die cel zit ik veilig, kunnen ze me niet vinden, die dealers. Maar weet je, als ik straks die poort uitga, en ik mag vrij, weet je, dan staan er bij de uitgang van de gevangenis staan er geen werkgevers bij de deur. En die zeggen, hé, we hebben een baantje voor je. Weet je wie er wel staan? De dealers. Die zeggen, hé, wil je geld maken? Wil je weer een leven opbouwen? Ik heb een klusje voor je. En voor je het weet, vallen ze terug. Vanmiddag horen we van een volk bevrijd uit de gevangenis. Maar ze dreigen recidivist te worden. Terug te vallen. En hoe die dichter daar dan over spreekt, wat erachter zit, gaan vanmiddag naar luisteren onder het thema een lied van bevrijding, verlost uit de gevangenis. Je snapt wel, hè, jongens en meisjes, als je daaruit vrij mag, ja, dan voel je bevrijd. Dan kan je wel een lied zingen, dan kan je op straat springen. Yes, ik ben eruit. Nou, lied van bevrijding, twee dingen. Daarin wordt God geprezen, vers 2 tot en met 4. Daarin wordt God gebeden, vers 5 tot en met 7. We gaan samen zingen, psalm 85, die psalm, vers 1 en 2.
Na het amen van de prediking vanmiddag zingen wij van dezelfde psalm het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Prediking thema, dus een lied van bevrijding. Daarin wordt God geprezen, daarin wordt God gebeden. Wie is dat dan, gemeente van onze Heer Jezus Christus, die in die gevangenis zat en die volgens de dichter van Psalm 85 daaruit is gekomen? Hij geeft zelf het antwoord. Wie heeft er gratie gekregen? Jacob. En dat staat voor het volk van Israël. Hé, wat? Nou, daar zijn de uitleggers het inderdaad niet over eens. Die zeggen, ja, maar wacht nou even. Dat volk Israël, dat heeft toch de naam Israël gekregen, die andere naam van Jacob. Gaat het hier dan wel over Israël? Want ja, de meeste verklaarders zijn toch wel van mening vanwege deze aanduiding in vers 2. U hebt de gevangenis van de gevangenschap van Jacob omgekeerd. Dat deze psalm geschreven is, gedicht is na de terugkeer uit de ballingschap. Misschien hebt u en heb jij het idee, dat had ik vroeger ook, dat zo'n beetje al die psalmen in eenzelfde tijd, een beetje in de tijd van David en Salomo ontstaan zijn. Daar zijn er immers heel veel van, maar er zijn dus allerlei psalmen in allerlei momenten ontstaan. En deze psalm, als je de inhoud daarvan op je laat inwerken, dan wordt er ook nog wel gekeken naar het karakter van het Hebreeuws bijvoorbeeld. Dan zijn er toch wel hele sterke aanleidingen dat het hier gaat om een lied wat geschreven is, gedicht is, toen er een deel van de ballingen die ooit in Babel zaten, terug waren gekeerd naar Jeruzalem en het land van Gods belofte. Zo'n eerste groepje, waarvan je van leest in het boek Ezra. Wat omdat er in die hele politieke constellatie van die tijd na Babel een nieuw rijk op is gekomen, het rijk van de Perzen. En daar is Kores, of sommigen zeggen Cyrus, aan de macht gekomen. Die had een andere politieke strategie. Dat gebruikt God in zijn plan. Namelijk, die volkeren die ik onderwerp, die hoeven niet allemaal bij mij in de residentie te blijven en in mijn land, maar die mogen wel terug naar hun land. Ze blijven wel mijn onderdanen. Ze moeten wel hun belasting betalen, ze moeten naar mijn pijpen dansen, naar mijn regels, maar ze mogen terug. En zo is er ruimte gekomen een tijdje geleden voor Psalm 85 geschreven is en is er onder leiding van een zekere Ezra en Zerubabel een groep teruggegaan uit de gevangenis. Ja, niet letterlijk, hè, dat gebouw, dat plaatje, maar je kunt soms ook een situatie als figuurlijke gevangenis ervaren. Zoals er bij wijze van spreken nu mensen kunnen zijn in de Gaza-strook die zeggen, ja, al zou ik willen zeggen dat Hamas het helemaal verkeerd doet. En al zou ik als Palestijn willen zeggen dat ik het er niet mee eens ben wat we hier allemaal doen. Met alle gevolgen waardoor Israël ingrijpt. Maar ik kan dat niet zeggen, want ik ben gevangen in een gebied waar Hamas de baas is. En als ik mijn nek uitsteek, dan hakken ze mijn kop eraf, letterlijk. Zo kun je dus ook figuurlijk in een gevangenis zitten. En zo heeft Israël zo dus in ballingschap gezeten, daar in Babel. En met die naam Jacob wordt gelijk de vinger bij de zere plek gelegd. Ze kwamen in gevangenschap, want ze zijn Jacob. Dat was zijn naam voor die Israël werd. De naam die van zijn afkomst getuigt, van Jacob. Jullie kennen hem, jongelui, jongens en meisjes, Jacob. Hè? Verhalen ken je toch wel? Ongetwijfeld hierover gepreekt. Jacob, die zo vaak een ander slim af wilde zijn, zijn broer Esau. Op een sneaky manier. Zijn vader bedriegt, omdat hij het eerst geboorterecht niet afwacht of hij het krijgt, maar naar zich toe haalt. Jacob, die naam staat, ja, letterlijk betekent hielenlichten dat hij geboren is terwijl hij de hiel van zijn broer vasthield, maar die heeft in de volksmond wel de naam gekregen, bedrieger. Jacob staat dus voor
zijn zondige afkomst. En omdat dat volk zondig was, Israël. Omdat ze niet God dienden, maar de afgoden. Omdat ze niet de Tora, de onderwijzing, de wet van de Heere hanteerden en de weg van de Heere, de derg van de Heere bewandelden. En de Heere had ze zo vaak gewaarschuwd, als jullie hiermee doorgaan door zijn profeten, dan zul je het weten. En ze luisterden niet. Jacob. Toen kwam die ballingschap. Dat die dichter zegt, u bent uw land, want dat zegt hij dus tegen God, goedgezind geweest, Heere. U bracht een omkeer in de gevangenis van Jacob, daarmee zegt hij dus, Heere, dat u ons ooit, ons volk, in die gevangenis bracht. Dat was niet leuk. Daar had u alle recht toe. We hadden het er. Naar gemaakt. Zomaar even. Grijp je dat? U? Zegt u, dominee, als de Heere met mij zou doen. Ja, ik ben kerkelijk, ik ben christelijk, ik ben zelfs priel, maar van mezelf uit. God zou doen nadat ik verdien. Ik ben Jacob. Pnielkerk. Dan had hij alle reden om vanmiddag mij voorbij te gaan. Ik heb ooit zelf met Adam en Eva de deur dichtgegooid en gezegd, doei God. En hij had kunnen zeggen, oké, dan sluit ik nu de deur en ik gooi de sleutels weg en ik kom nooit meer terug. En dat had hij in de ballingschap kunnen doen, dat kan hij bij jou en bij mij. Maar hij kwam terug. Dat is trouwens een element dat mag ook wel onderstreept. Dat ze uit die bevrijding, uit die gevangenis bevrijd zijn, daar zit nou helemaal niks van hen bij. Dat komt allemaal van een andere kant. Dat komt allemaal van hem. Hoor maar. U bent uw land goedgunstig geweest. U bracht een omkeer vest bij. U hebt de ongerechtigheid van uw volk weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt u afgewend van brandende toren en verbolgenheid. De dichter zegt dat we uit uw gevangenis gekomen zijn. Dat u ons uit de ballingschap weer terugbracht in ons land, heren. Daar is maar één reden voor te noemen. U hebt het gedaan. Ja, maar wacht nou even, hoe kan dat nou? Op grond waarvan zijn ze dan bevrijd? Niet op grond van wie ze zelf zijn, Jacob, dat is wel duidelijk. Komt allemaal bij God vandaan, maar ja, daar zijn inderdaad een aantal dingen voor gebeurd, zegt de dichter van Psalm 85. In die weg heeft God de deur weer opengezet en zijn volk opgehaald en teruggebracht. Hij heeft drie dingen gedaan. 1. Hij heeft de ongerechtigheid van zijn volk weggenomen. Vers 3. 2 in vers 3. Hij heeft al hun zonden bedekt. En 3. Hij heeft zijn verbolgenheid weggenomen, oftewel zijn brandende toren, daar heeft hij zich van afgekeerd. 3 dingen. Zullen we eens langs gaan? Hij heeft de ongerechtigheid van zijn volk weggenomen. Ongerechtigheid is een term, je komt die verschillende termen tegen, daar kom je in Psalm 32 trouwens ook tegen, voor zonde. Ongerechtigheid, je kan het ook vertalen met schuld.
is in het Hebreeuws een woord wat heel vaak gelinkt wordt aan overtuigd zijn in je geweten dat je schuldig bent naar God toe. Ongerechtigheid, Heere, wij stonden schuldig. Die schuld stond tussen u en ons in. En u kwam, u nam het weg, u pakte die schuld op en u nam hem weg, zodat hij weg is. En toen hebt u hem ook nog bedekt. U hebt er iets overheen gedaan, waardoor die weg is. Dat Hebreeuwse woord van bedekken is trouwens een heel interessant. Hè? Want dat betekent met name twee dingen. Dat wordt ook gebruikt voor mensen die de zonde willen bedekken door ze toe te dekken in hun lijf. Die zeggen, wacht even, als ik het nou probeer onder het vloekkleed te houden, wat ik niet zie, dat is er niet. Maar ja, als je dan dat vloekkleed opdeelt, zit het er nog. Ik heb ooit achter een zoon van mij aangezeten in de pastorie in Rijnsburg. Hij was me te slim af, dus hij dook in de wc. Maar mijn boosheid was nog niet gestild, dus ik stopte voor de wc en ik gaf met mijn vuist een grote knal op de deur van de wc. U raadt het al, een gat erin. Het is verder meegevallen hoor, hij is nu politicus. Maar op een gegeven moment, ja, dat is toch wel een beetje pijnlijk, hè? Dat vond ik voor mezelf wel, elke keer als ik door de gang liep, dan dat feit dat ik daar toch me had laten gaan op een manier die pedagogisch absoluut niet schoonheidsprijs verdient. Dus op een gegeven moment kwam hij met een prachtige tekening, ik geloof voor Vaderdag of zo. Die tekening hebben we over dat gat geplakt. Die heeft er al die jaren gehangen. Ik was naar Urk. En toen kreeg ik op een gegeven moment een appje van de koster. Dominee, we zijn in de pastorie begonnen. En wij hebben ons afgevraagd, wat hebt u met die deur gedaan? Want wij haalden er een tekening af. Het is natuurlijk een grappig verhaal, maar voor mij dan niet. Maar u snapt en jij snapt als het goed is, want daar gaat het maar even om, hè? Je kan iets op die manier willen afplakken. Geestelijk ook, hè? Wat voor tekeningen heb jij klaar om de zonde voor een ander, voor jezelf, voor God af te plakken? Plakkaat christelijk gereformeerd, is dat, helpt dat? Christelijk gereformeerd, pniel of goed bekeerd of rechtzinnig of trouwkerkelijk, bevindelijk. Allemaal mooie dingen, ik begrijp mij niet verkeerd. Maar wij denken van onszelf, gemeente, de dingen af te kunnen dekken. Voor God en onszelf. Maar het is net als met mijn voorbeeld. Als je het vervolgens eraf trekt, dan zit het er nog. Maar dit woord, dit Hebreeuwse woord, heeft ook een tweede betekenis. En dan is het als God bedekt. En dan betekent het juist, dan vind je er niets meer van terug. Dus de ongerechtigheid weggenomen. Weggepakt is er niet meer. De zonde bedekt. En de derde. U hebt uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Hé, wacht even. De zonde doet dus wat met God. Toren, sommigen vertalen met woede, boosheid, wraak. De zonde raakt God dus heel diep. Ik hoor iemand denken, ja maar dominee, dat vind ik toch een trekje aan God, dat vind ik toch niet helemaal goed. We beleiden dat God goed is, maar dat God nou zo toornig reageert. Wacht eens even. Stel je voor. Je bent jarig en je hebt op je verjaardag een prachtig cadeau gekregen. Laat ik maar weer een voorbeeld van mezelf pakken. Ik was een jaar of 7, 8 denk ik.
kwam een oom op een verjaardag, die zagen we heel weinig, die kwam heel weinig, maar die kwam een keer en die wist dat ik jarig was en daar had hij dus een cadeau meegenomen, een prachtige modelvrachtwagen. Echt helemaal, zo'n oude DAF. Prachtig. Nou, ik kan mee spelen, kom, 's middags komt de visite. Die had een dochtertje bij zich, een jaar of twee jonger als mij, denk ik. Ja, die wilde natuurlijk ook met die auto spelen, die vond die prachtig. Binnen 5 minuten was die gesloopt. Zo'n prachtig ding met zo'n aanhanger en dan kon je hem loskoppelen en dan kon je hem op echt op zo'n scharniertje zetten. Echt helemaal in het echt. Maar die was er al afgebroken. Wat was ik boos. Mijn mooie vrachtauto stuk. Later denk je, ach ja, daar doe je moeilijk over, maar... Is het dan raar als God... die deze mooie schepping heeft gemaakt, die jou heeft gemaakt en mij, deze wereld, die ziet hoe wij de boel stuk maken. Dat het hem diep raakt, want toren, dat betekent dus dat God zo met zijn schepsel, met jou en mij en met deze wereld verbonden is, dat het hem diep raakt op het moment als dat uit het lood raakt. De dichter zegt, Heere God, u hebt zich als het ware omgekeerd, afgekeerd en gezegd, ik stop daarmee. Ja, zegt u, maar hoe kan dat dan? En dan lezen we Psalm 85 nog een keer, maar dan in het licht van het Nieuwe Testament. Want is God dan een God die zegt, nou dan pak ik de ongerechtigheid weg en weg is weg. Doe de zand over, bedekt. Draai me om en doe net of het er niet meer is. Nee. God de Vader nam de ongerechtigheid van zijn kinderen. Hij nam die weg bij hen. Als je in hem, in de Heer Jezus gelooft, bij jou en bij u. Weet je waar hij hem bracht? Hij legde hem op zijn zoon, de Heer Jezus. Aan het kruis. Golgotha. Hij nam het weg bij jou. Bij u, als je in Christus gelooft. Halleluja. En hij legde het op hem. Ja, hij bad nog. Vader, alstublieft. Kan het ook anders? Nee. Mijn zoon. En hij ging. Mijn ongerechtigheid. Naar het kruis. Jouw zonde. Uw schuld. Hij gaf zijn leven. Hij bedekt jouw zonde. Want hij heeft een middel. Als dat jouw zonde bedekt. En je gaat daarna zoeken. Dan vind je er niks meer van terug. Niet aan een eind. Zijn bloed. Aan het kruis gegeven. En die toren. Het wordt 3 uur lang donker aan het kruis. Dan legt de Vader de toren over de zonde op hem. Nieuw Testament is. Mogen we Psalm 85 vanmiddag ons ter eigen maken, gemeente, en ons zalig luisteren. God van ons heil, klinkt het in vers 5. Nou, dit is dus inderdaad de God van ons heil, die in de heiland, die heel maakt wat stuk is gegaan, in de Heer Jezus Christus. Gevangenen, de zonde.
Gevangenen in de wereld, gevangenen in de dienst van Satan bevrijd en ze plaatst in zijn dienst. Zijn genade. Dan ga je toch zingen? Een lied van bevrijding. De straf die u droeg, had u niet verdiend, maar die had ik verdiend. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Gij kwaamt op aarde tot redding, tot bevrijding van gevangenen. Dat betekent trouwens wel dat dit ook de enige weg is waarin je mag weten: ongerechtigheid is weg uit mijn leven, die tussen God en mij instonden. Zonde bedekt, toren gestild, alleen en helemaal, ja. Als je leven aan de Heer Jezus verloren hebt, nee, gevonden hebt in Hem. Buiten de Heer Jezus ben je nog onder de toren. Hoe zou je zo kunnen leven en kunnen sterven? Buiten de Heer Jezus staat de schuld nog open. Is de zonde niet bedekt? Je denkt, het valt wel mee? Buiten de zonde, ik denk nog even aan dat plaatje. Zit je in de gevangenis, in de dodencel, in het Oranje Hotel, in Scheveningen. Van de week werd er net bekend dat ze scholen gaan uitnodigen om die beroemde gevangenis met die dodencel van de Tweede Wereldoorlog te gaan laten zien aan kinderen. De school het Schravenzander die het primeur had. Ik heb ooit het voorrecht gehad die cel te mogen zien omdat een gemeentelid in Rijnsburg daar werkte en die zei: wilt u me een keer zien, dominee? Dat was dus een cel, jongelui. Als je daarin kwam, dan wist je: hier kom ik maar op één manier uit. Om geëxecuteerd te worden. Ten dode opgeschreven. Als je Christus niet kent, zit je in de dodencel. Maar vanmiddag komt Hij met de sleutels van zijn genade en zet de deur voor jou en u en mij open en zegt: je mag vrij. Als je in mij gelooft, dan hoef je niet te sterven, dat deed ik voor jou. Dan mag je leven. Ja, maar wacht even, dominee, dat is nou prachtig, maar die psalm gaat wel een beetje vreemd verder, vindt u niet? Want die toorn is helemaal niet weg. Als ik doorlees. Breng ons vers 5 terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Is die toorn er dan nog? Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Kan dat? Heeft God dan gedaan alsof hij vergaf? Of heeft God een soort voorwaardelijke genade gegeven? Ik bevrijd je, maar als... Nee. Wat is er dan aan de hand? Dat volk is dus teruggekomen uit Babel in Jeruzalem. Maar weet je nog, ik zei al, ik vertel dit voorbeeld van die gevangenis niet zonder reden. Weet je nog wat ik toen vertelde over als je uit de gevangenis mag? Wat is er moeilijker voor een crimineel? Als die erin zit of als die eruit komt? Als die eruit komt, zeggen ze vaak. Want dan moeten ze een leven op gaan bouwen, willen ze goed gaan. Wat ze nog nooit gehad hebben, en ze hebben natuurlijk alles tegen, want elke werkgever zegt: wat heb je hiervoor gedaan? En de jongens waar ze vroeger hun banden mee hadden, die staan klaar. En die zeggen: joh, je kan snel geld maken. Eén klus. En ze vallen zo snel terug. Recidivist. Dat is in het geloof niet anders, toch? Wat
kan je als de Heer Jezus lief gekregen heeft. Misschien ben jij wel iemand die dit jaar belijdenis gedaan heeft. En dan kan zo'n jaar, weet je wel, dan kan je helemaal meenemen. Je bent er vol van en met de groep. En dan sta je daarvoor in de kerk. En je bent vol van de genade van de Heer Jezus. En je hebt voor je gevoel het idee van, en nou gaat het nooit meer verkeerd. En misschien komt zometeen het avondmaal. Dan zeg je, ik denk niet dat ik ga. Ik heb toen wel ja gezegd tegen God. Als je kijkt wat ik ervan gebakken heb, ben ik mezelf tegengevallen. En je denkt ook nog dat je God bent tegengevallen. Dat hij dacht, nou komt het helemaal goed. Die zonde in één keer weer terug. Die verleiding. Die ene klik op je telefoon of op je laptop of en je zat toch weer op die site. Ga maar door. En je zegt, zie je wel. Nee, de duivel die zegt, zie je wel, je dacht dat maar. Nou, dan zit je heel dicht bij die mensen hier. Ze zijn uit Babel gekomen, ze zijn terug in Jeruzalem. Maar echt vrij. Weet je, als je Ezra leest, dan zie je dat ze thuisgekomen zijn, druk zijn gaan bouwen aan hun eigen huis. Maar dan stuurt God Haggai en Zacharia, twee profeten, en die zeggen tegen dat volk, waar ben je nou mee bezig? Jullie zijn je huizen, paleizen aan het bouwen, maar mijn huis, de tempel, komt er niet van de grond. Jullie zijn weer in het oude patroon teruggevallen. Je zit alweer hard op weg om mij te vergeten, weer je eigen leven en weer je eigen goden en je eigen dingen belangrijk vinden. En ik schuif alweer steeds meer naar de rand van je leven. Ja, en ze hebben ook nog misoogsten gehad, hongersnood, slechte oogst, lees je dan in de Bijbel. Sterker nog, er zijn ook nog volkeren die daar inmiddels zich gevestigd hadden, een mix van Babel en van Joden, Samaritanen en dat spul met Tobias die daar de boel proberen te verzieken. Kortom, het gaat niet goed. En de dichter beleidt hier dus eigenlijk, Heere, dat zie ik hoe het gaat als uw hand die ons weer tegenkomt. Want we leren het ook van onze kant nooit. Hij zegt nou op Psalm 85, Heere, u zult nou wel zeggen, dat wordt nooit wat met dat volk. Ik schrijf ze maar af. Delg ze dan maar uit uw boek. Nee, weet je wat de dichter doet? Hij zegt, Heer, blijft u dan eeuwig toorn? Gaat uw toorn dan door van geslacht op geslacht? Hey, wacht even, geslacht op geslacht. En eeuwig, dat zijn woorden die horen normaal gesproken bij wat anders. Die horen bij het verbond van God. Wat God van geslacht op geslacht door laat gaan. Zijn genade. Doop. Heren, u bent toch de getrouwe? En ja, wij zijn zo betrouwbaar niet, nee. Wij roepen weer uw toren op, ja. Maar wij pleiten, zegt de dichter hier, op wie u bent. U bent toch niet die God die plezier heeft om te toornen en te straffen en zegt, ik sla de ene generatie naar de andere. Er zijn mensen die hebben zulke beelden van God, hè, dat God een God is die als het ware handen wringend zegt, yes, ik kan ze weer flink te pakken, nee. Heftig als je zo bent opgevoed van huis uit of in de kerk. Mensen kom je tegen die kunnen maar niet geloven. Dat God maar in één ding vreugde heeft. Jou te zalig. Jou van je schuld te verlossen. Je niet te slaan en van je af en wegwezen. Maar je naar zich toe te brengen en te zeggen, mijn schuldige kind, kom thuis. Vader. Die dichter die kent hem zo.
Heere God, u bent toch geen God die zegt. Jullie gaan weer in de fout. En wij hebben dat al 2 keer gedaan. Wegwezen. Heere, ik ken u. En ik weet ook, Heere, als u er niet aan te pas komt, als u ons niet weer levend maakt, vers 7, als u niet met uw Heilige Geest krachtig weer in uw volk komt en ze dat volk maakt zoals u ze beloofd hebt te maken, dan wordt het niets. Maar als u dat doet, dan zullen ze leven voor u. Misschien zit er wel in de kerk die zeggen, dominee, dit is mijn leven. Ik deed kort geleden belijdenis. Misschien een paar jaar geleden. Ik ga jaren niet meer aan tafel. Als de avondmaal is. Ik heb het wel gedaan. Maar ik viel terug. En ik dacht, nou is het gebeurd. De duivel zei het ook. Zie je wel. Hij zegt, God vanmiddag. Mijn kind, ik kom je halen. Ik roep je. Ik zoek je. Ik ben je kwijt. Ik wil je terug. Kom tot de Vader. Kom naar huis. Kom. Naar mij. Je moet wel door een deur. Maar die deur die staat wagenwijd open. De Heere Jezus. Die zegt, ik ben de deur. God van ons heil. Gemeente. Ken je hem zo? Die God die niet ophoudt genadig te zijn. Die Vader in de Heere Jezus Christus. Zo genadig, zo goed. Als je hem ooit zo hebt leren kennen, dan kan je hem toch niet meer voor altijd kwijtraken. Ik kan het toch niet meer zonder. Vanmiddag zegt hij, kom terug. Wat je ook hebt gedaan. Kom maar, leg je ongerechtigheid maar weer in mijn hand. Ik neem die van jou mee. En ik leg hem op mijn zoon. Geef je zonde maar aan mij. Dek ze voor altijd af. Bloed van Jezus. En de toren. Ik heb me niet eens afgekeerd ervan. Zodat als ik me omdraai, denk ik, oh, hij is er nog. Hij is weg. Ik heb het op mijn zoon gelegd. In die 3 uur is de toren gestild. En nou zeg ik om Jezus wil. Ik zal nooit meer op u toeren. Ik zal nooit meer op u schelden. Welkom. Thuis. Merk op mijn ziel. Wat antwoord vanmiddag. God. U geeft. Kom naar huis. Amen.
Zullen we danken en bidden. Trouwe Heere, wij komen tot u. Verwonderd over zoveel genade. Wij die de deur dichtgooiden en altijd weer dicht willen doen. U die in de Heere Jezus de deur opengezet heeft, die de deur is. En die vanmiddag naar onze gevangenissen komt. Zul u nog niet kennen. Als we terugvielen. Zegt, kom maar mijn kind. De deur van de genade gaat vanmiddag open. Je mag vrij. Nee, inderdaad. Je hebt er niet naar gemaakt. Kom bij jou ook niet vandaan. Kom bij mij vandaan. Mijn zoon. Voor jou. Dank u wel, Heer, als we die genade mogen kennen. Bewaar ons daarbij, want we hoorden het. We vallen zomaar weer terug. We bidden voor hen die teruggevallen zijn. Geestelijk in het donker zitten, breng ze weer bij u, Heer. En mogen ze vanmiddag uw hartklop van liefde gevoeld hebben. Onweerstaanbaar. En zeggen, kom, Heer. Ik ga mee. En als we u nog niet kennen, geef dat we vanmiddag niet meer verder willen en kunnen zonder u. Beseffend met die schuld, met dat op mijn kerfstok, loopt het fataal af in mijn leven en helemaal bij mijn sterven. Ik heb hem, God van mijn heil, nodig. Zo gaan we naar huis, Heere. Dank voor het goede vergeef wat niet was naar uw bedoeling. Zegen het werk in de gemeente. Dominee van der Ree, dominee Mulder, kerkraad, alle activiteiten, commissies. Als we liever even weer op weg gaan om het winterwerk te gaan starten. Geef ook een goede start als gemeenteontmoeting, diensten. Heren, hier en daar al begonnen, maar toch nu zal ook de commissievergaderingen van de synode op stoom gaan komen. Zegen hen. Synode waar we zoveel gedachten bij kunnen hebben, zoveel verwachting of juist spanning, zegen allen die zijn afgevaardigd, commissievergaderingen, viseurs, geef verstand met goddelijk licht bestraald, geef karakters vervuld met de vrucht van de geest, geef harten vervuld met de liefde van u en wijst u een weg waar wij niet meer zien hoe die weg is. Heren, wij bidden voor de universiteit in Apeldoorn. Als we baden voor universiteiten, dankbaar voor zoveel eerstejaars aanmeldingen, zegen allen die daar doseren en studeren. Zo bidden we ook voor andere opleidingen. Als we hoorden dat de EH ook met een machtige groep mag beginnen aan het basisjaar. Heren, we leggen het allemaal in uw handen en bidden om uw zegen. We bidden voor die jongeren die nog steeds zoekende zijn. Misschien wel vorig jaar met een opleiding gestopt en nog niet weten wat nu. Heren, wijs ze uw weg. Waar u ze gebruiken wil in kerk of samenleving, of beide. Heren, we leggen het in uw handen. We bidden voor hen die gevangen zijn. Letterlijk. En dan bedoelen we niet om het geloof, ja ook opnieuw bidden we voor hen, maar die door dingen in hun leven terecht moeten zitten. Heren, laat het heilzaam zijn. Een plek waar ze u gaan ontmoeten. Ze u nog niet kennen of kenden vanuit hun opvoeding. En zegen allen die zich daarvoor inzetten. Zoals Stichting Gevangenzorg en alle mensen van kerken, we brengen het bij u. We bidden voor hen die gevangen zitten in de seks. In de porno, in de drugs, in de drank, gokverslaving, koopverslaving, medicijnverslavingen, whatever ook. Die maar al te goed weten, ik kan mezelf er niet uit krijgen. Zegen allen die daarvoor zich inzetten. Geef dat ze ontdekken
Ik kan zo niet verder en ik wil zo niet verder. We bidden voor hen die psychisch zich gevangen voelen in hun leven. Lichamelijk gevangen zijn door beperkingen. U kent ze ook die worstelen met hun lichaam. Zich daarin gevangen voelen. Of in hun geaardheid. Dat de kerk een plek zijn, Heere, waar we met behoud van vasthouden aan uw woord. Liefdevol naar ze omzien. God die bevrijdt en die lief heeft. Vergeeft u wat niet was naar uw wil. Breng ons thuis. Ga mee de week in. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Slotlied, Psalm 32, 1 en 3.
Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede naar uw woning. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.